Hi allemaal, ik ben Jelena en het is weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time, zoals ik altijd zeg, kan je zoveel verschillende dingen doen. Dus waarom zou ik niet gewoon dingen gaan onderzoeken? Vandaag zitten we met de echte onderzoeker. Vandaag zitten we met Sulemi Soete Laurens. En zij is een researcher. Is a Q -time. Hi Sulemi. Hallo. Hoe gaat you? Ik doe mijn best. Ja, het ja, gaat wel. Het gaat wel. Zullen we ja. ons best doen, hè? Mm -hmm. Ja. Elke dag gemotiveerd. Eruit. Ja, dan moet het zeker lukken. Mm -hmm. Nou, dan gaan we dit gesprek ook even doen. Dat gaat ook even lukken, toch? Ja. Oké. Okay. Want jij bent de voorzitter van de FRDCC. Ja. En waarvoor staat dat? Um, FRDCC staat voor Foundation for Research... En development in Caribbean community. Het is een hele mondvol. Yeah. Dus het is een stichting voor onderzoek en ontwikkeling in Carib Caribische gemeenschappen. Oké. Okay. Yes. En jullie zitten in Suriname, toch? Ja, wij zitten in Suriname. We zitten alleen in Suriname. Alleen in Suriname. Uh, Caribbean. Oh ja, we zijn een Caribbean community. So that, that uh, justifies it. <laughs> ja, we zijn onderdeel van het Caribisch gebied. Mm -hmm. En, en um, wij hebben ook zo'n denkje van luister. En, um, je moet toch samen kunnen werken. En het liefst zouden we samen willen werken met het Caribisch gebied. Omdat we denken dat we veel dingen gemeenschappelijk hebben. Zou vast wel. Maar dat ja. komt zeker nog. Yes. Want hoe lang bestaan jullie al? We zijn er officieel vanaf 2018, mm -hmm. 6 december 2018. Okay. En wat doen jullie allemaal precies? Dus jullie onderzoeken, je bent een researcher, mm -hmm. dus data en analyse is something that sparks your happy place. Mm -hmm. Maar wat heeft deze organisatie tot nu toe al gedaan? Of waarvoor staan jullie verder dan om het alleen op onderzoeken te houden? Oké, okay. mm. met betrekking tot onderzoek: onderzoek is eigenlijk een manier voor ons om geld te verdienen voor de organisatie omdat we eigenlijk, we richten ons meer op social enterprise. Dus dingen doen, en, um, zodat we zelf onze fondsen kunnen werven. Sommige mensen doen fondsenwerving via een boekopserie, mm -hmm. Wij doen het via eigenlijk een business consult, een, ja, consultancy. Mm -hmm. En dan doen we onderzoeksprojecten voor organisaties en daarmee verdienen we. Mm -hmm. we, doen, uh, we hebben een paar onderzoekjes gedaan. We hebben voor Roosevelt Goodminds gedaan. We doen voor verschillende individuen. Uh, nu, bijvoorbeeld, zijn we bezig met Stichting Projecta, Eentje ook te doen. En Suconnect van Nederland doen we ook onderzoekjes voor ze. Oké, we zijn lekker bezig met de onderzoekingen. Ja. We hadden een voorgesprek en dat uh, daar komen naar voren dat jullie eigenlijk jullie voornamelijk richten op het binnenland ja. en daar jullie activiteiten ontplooien. Like, wat hebben jullie tot nu toe allemaal al daar gedaan en waarom eigenlijk specifiek alleen het binnenland? Ja, dus het begint allemaal met de achtergrond van mm -hmm. uh, van FODCC. We zijn op een gegeven moment begonnen met vrienden om van betekenis te zijn voor een, uh, kwetsbare mensen. En in het begin ging het vooral om uh, jongeren die in de binnenstad van Paramaribo wonen, op de Achtererven. Dus in de binnenstad van Paramaribo, op de Achtererven, zijn er ook woningen. En, en um, zo zijn we dus in contact gekomen met de kinderen van de Hoge Straat. En al die kinderen van de Hoge Straat daarachter kwamen van het dorp Guyaba. En zo hebben we dus een band met ze opgebouwd. En van daaruit zijn we verder gegaan en dachten van... Dan kunnen we eigenlijk verder gaan met, uh, met het binnenland. En een, um, omdat we ook hebben gekeken van, als we willen gaan voor, een, van, voor kwetsbare gemeenschappen, dan is het binnenland een van de meest kwetsbare gemeenschappen die we hebben in Suriname. Er zijn nog een heleboel kwetsbare groepen hoor, maar een, een echte community, dan zou je gaan naar het binnenland. Dus, mensen met een beperking zou je kunnen doen, je zou seniorenburgers burgers kunnen doen. Maar dan heb je ook seniorenburgers burgers in het binnenland, mensen met een beperking in het binnenland, studentenleerlingen in het binnenland. Uh -huh. Oké. Okay. En van daaruit hebben we toen gezegd: hé, nou goed hoor. We hadden toen een, actief, een project gekregen om uit te voeren voor Roosevelt Goldmines en het was voor Kopoonen en het was een onderwijsproject. En zo hebben we eigenlijk onze band met het district kunnen versterken. Omdat we dan de studenten uit het binnenland in Paramaribo mochten begeleiden. Ja, en dat is een heel mooi ding. En ik denk dat als je me iets meer, of tenminste de kijkers, want ik weet het nu al, mm -hmm. al, iets meer daarover zouden vertellen. Want het is something very nice that you all did. Mm -hmm. So, misschien kan je me daar nog even, like, het project zelf, want de band weten we nu. De ja. kinderen van de stad, de connectie met het binnenland, de band die gelegd is maar dat videoproject oh. dat jullie hebben gedaan. Ja. So, uh, op een gegeven moment kan het zo worden dat we vanwege de informatie die we hebben, omdat we al een hele tijd, zoals ik het al zei, van we zijn begonnen met de kinderen van de Hoevenstraat, Zarmakaanspreek spreken, de kinderen, mm -hmm. hebben we dus eigen analyses gemaakt van wat, is, wat zijn de uitdagingen waarmee ze te kampen hebben en we hebben gezien van een van de biggest issue heeft te maken met taal, dat we elkaar kunnen begrijpen, dat we kunnen verstaan en dat zij ons kunnen verstaan enzovoort. Dus die connection maken. En, en um, zo zijn we dus op het idee gekomen van hé, hey, wat, wat zou goed zijn als we een bijdrage konden leveren, echt aan het onderwijsproces. En niet gewoon het onderwijsproces, dus op school zou je een bijdrage kunnen leveren, maar ook buiten school. Mm -hmm. Maar buiten school, het moet een beetje spannend zijn. Tuurlijk. Zodanig dat we niet zoiets hebben van je komt van school en dan ga je weer naar een reguliere huiswerkbegeleiding. En het liefst zouden wij je net zelf willen uitleggen. Want soms hebben we niet heel vaak commentaar op iets wat andere mensen doen. Dus we dachten van we zo aan zijn. En toen kwamen we dus op het idee van wat als we digitaal met ze bezig zijn op afstand. En dan ook al bij je in Awaradangonsi, toch zou je ons kunnen volgen. En zo zijn we op het idee gekomen van, weet je wat, we gaan die lessen draaien, we gaan het zelf opnemen en we gaan het zetten op een memory stick of any smart device en, um, en dan kunnen ze het bekijken. Ja. En zo hebben we dus onderwerpen uitgekozen met echte leerkrachten, mm -hmm. van oké, okay, met zo'n vak struggelen ze, dus dit vak gaan we belichten in Saramakaans en Nederlands. En het is gelukt. Je vertelt leuk. het zo, ik wil, ik, zo monotoon. Ja, dit is wat we hebben gedaan. Maar het is eigenlijk something very nice. Want als ik mag vertellen uh, voor jou, uh, to get more excited uh, about it. Jullie hebben wat problemen, jullie hebben met de leerkrachten gecheckt. Jullie hebben ontdekt van dit is waar kinderen mee struggelen. En Een van de, voornamelijk, of een van de dingen die echt voorkwamen, was de relativering. Want mm -hmm. vaak als we opdrachten kregen, hetzelfde examen en everything dat meekomt. Maar dingen die ze in het binnenland niet zien en dan op het examen kregen, zoals. De optiek, of, of mm. de McDonald's. Of soms, heel veel kinderen weten niet wat dat is. En als ze dan krijgen van. Jamie, ga ik naar McDonald's en koop drie two-piece meals. En zij van... McDonald's, two-piece -ma two mail. In plaats van dat ze dat kregen, werden de lessen aangepast naar dingen die ze dus wel in het binnenland herkennen yeah. en zo. Zodat dezelfde som, maar gewoon anders wordt verwoord. Zodat ze het ook begrijpen en gewoon ook nog steeds het juiste antwoord geven. Maar ze minder tijd verliezen om te begrijpen van wat staat daar nou eigenlijk Ik denk dat het. Uh... Uh, niet alleen in het binnenland is het zo hoor, maar we hebben er natuurlijk op gemerkt. Mm -hmm. van, als je bijvoorbeeld een tekst zou krijgen met woorden, met veel vreemde woorden die je niet kent, ga je er langer over, na, over doen, omdat je zit na te denken van, wat bedoelen ze? Mm -hmm. Dit ding ken ik niet, weet je. Mm -hmm. wordt afgeleid door die begrippen. Terwijl je die song wel kan maken, want je weet uiteindelijk van, het gaat om 4x15. Exactly. Maar je zit nog te struggelen van, mijn god, een, wat, waar, gaat, waar, waar, gaat het nou over? over? Ja. Ik kan niet zeggen, maar ik weet niet wat het is. Ja, en Zie? zo hebben we dus eigenlijk uh, geprobeerd die, uh, uh, dingen uit te leggen in, met voorbeelden die voor hun bekend zijn. Ja. Dus Bijvoorbeeld, in plaats van een die zwemt zoveel meters. we so weten niet wie Enteninesti is, mm -hmm. dan zet je Janik Pomba. Want dan weten ze van dat is iemand van Pondo en zo. En we weten dat hij hard kan rennen of lopen. Dus dan weten ze van oké, okay, hij gaat een lange afstand lopen van hier naar daar en zo. Dat is toch uh, mooi? Zie je, kijk hoe je hier zo blijft van worden? Is het wel van. You should tell it with more pride and joy, girl, because it's something very nice. En yeah. don't downplay it like that. En ik ben heel blij dat er stichting is die zich. Wil verdiepen daarin. Om ook gewoon de jongeren daarvan naar hogere hoogtes te helpen. Zonder ze inferior te laten voelen of achtergesteld. Because you use what they know. En yeah. hetzelfde resultaat krijg je ook eruit. Uh. So that's very nice. Als mensen nu zouden kijken. Want hier zouden we uren nog over kunnen praten. Maar als mensen nu kijken en denken van. Hé, hey, ik vind het leuk wat deze organisatie doet. Of deze stichting doet. En ik wil supporten of mee bijdragen. Liever op een of andere manier. Hoe zouden ze dat kunnen doen? En hoe zouden ze jullie kunnen bereiken? Oké. Okay. Sowieso we, doen we ook mee met uh, de hoe zeg je dat? Social media trend. Dus ja. we zijn sowieso te vinden op Facebook. We ja. hebben twee pagina's ja. op Facebook. Eén van ze is FADCC onderwijsbrakoppondo, ja. omdat we daar alleen onderwijs en uh, dingen informatie delen. En de andere is algemeen FODCC, ja. waarbij we alles delen van de organisatie. Daarnaast hebben we een meeting point, de Bronsweg op de hoek van Bronsweg en Ganze. Je kan het niet missen, we hebben zo'n grote flyer gezet. Mm -hmm. Dus je kan het, ook al is die auto toch, ga je het zien. <laughs> daar is het, het is daar. daar is het. het is een meeting point. Uh, het is niet echt een kantoor, omdat we niet constant daar zijn, maar we hebben een beheerder die dagelijks daar is. Dus als er een bijzonderheid is, vanuit de, kunnen ze het altijd deponeren en de beheerder gaat het noteren. In de stad hebben we... Pas, ongeveer een maand, de eigen kantoor. En dat is aan de Alice Condri-straat 68. Die is elke dag open. Vanaf, elke dag? Ja, vanaf 8.30 is er iemand daar. Nice. Yes. Wel, jullie zijn lekker bezig, mee. En ik zal zeggen, ga jullie zo door. Suriname heeft meer mensen als jullie nodig. Die de data willen analyseren, het onderzoek willen doen. En ook wel degelijk een verschil uitmaken. Ja. Many And, thanks. Ja. Yeah. We blijven ons blijven. Hé, hey, zeker, zeker blijven doen. <laughs> ja. Ik vond het bijzonder fijn dat je bij me was vandaag om het te vertellen over de FRDCC ja. en de projecten waarmee jullie bezig zijn. En ik wens jullie verder heel veel succes. Abon. Ah, Trentagne. <laughs> yes. <laughs> en jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Sulemi. Laurens bij ons, zij is de voorzitter van de FRDCC. Zij specialiseert zich in het onderzoeken van data en ze voeren verschillende projecten uit. Als je ze wil ondersteunen, ga naar de pagina. Ze hebben twee, die komen nu in beeld. En blijf ze volgen, want ze doen really nice things. And remember, your time plus my time is cute time This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.